Hallo allemaal. Hierbij een vlog voor alle cliënten van SGL. De cliënten die op een woonlocatie wonen. En ook natuurlijk voor al die cliënten die thuis wonen. En de dagen ook maar moeilijk gevuld zullen krijgen. Wij missen jullie. Ik sta hier nu op een AC in Maastricht en het is hartstikke leeg. En dat is jammer. En dat terwijl de lente buiten bezig is en er allemaal leuke dingen gaande hadden kunnen zijn, staan we nu een beetje stil met elkaar. In een tijd die ook onzeker is en waarin we ook niet weten hoe lang het gaat duren. Ik wil jullie vooral laten weten dat we heel erg aan jullie denken. En als er iets is wat we voor jullie kunnen doen, doen we het graag. Dus laat het dan ook weten. Hoe moeilijk het soms ook met elkaar is om het geregeld te krijgen. Een van de dingen die we in ieder geval voor jullie aan het opzetten zijn, zijn wat activiteiten online. Fons Vizet, die hier de trekker in is, die zal jullie daar wat vertellen over al zijn ideeën. Hallo allemaal. Zoals jullie al gehoord hebben, is SGL bezig met het maken van een website waar iedereen zijn activiteiten kan uitzoeken. We zijn natuurlijk niet op het activiteitencentrum, maar we proberen wel zoveel mogelijk aan te sluiten bij alle activiteiten die jullie normaal gezien ook doen. Zo hebben we op onze website allemaal filmpjes staan van bewegen. We hebben puzzels op de site staan en we hebben allerlei linken naar allerlei activiteiten die je in het dagelijks leven ook kunt doen. Daarna verwijzen we op de site. Als je daar een klein beetje handigheid in krijgt, dan hebben wij een heel groot arsenaal aan extra activiteiten. Het is niet zo dat ik die alleen bedenk of op de site zet, maar we zijn met alle medewerkers aan het bedenken hoe we jullie op een zo goed mogelijke manier kunnen bedienen en extra activiteiten kunnen aanbieden. Ik hoop voor jullie dat jullie daar leuke en voor jullie interessante zaken vinden. Als er nog dingen zijn die jullie missen, geef die dan door. Dan kunnen we kijken of we daar ook nog iets mee kunnen. Ik hoop voor iedereen dat hij of zij vindt wat hij nodig heeft op onze site. En van daaruit kunnen we samen verder. Ik wens iedereen alle goeds. En ik hoop iedereen ook weer heel gauw te kunnen zien en in ieder geval de hand te kunnen schudden. Maar eerst zullen we nog even door deze ingewikkelde tijd heen moeten gaan. Het is niet anders. Allemaal tezamen en samen binnen SGL zorgen met elkaar dat we hier doorheen komen. Ik wens iedereen het allerbeste.